Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben aan het klaarmaken. Het is nu 8 uur, want we gaan zo meteen op vakantie. En het vliegtuig vertrekt rond 11 uur, dus ik heb er echt heel veel zin in. De koffers zijn verder allemaal gepakt en ja, nou is het ochtend. Tot 8 uur zijn we aanrijden. Dan gaan we naar Frankrijk. Ik ook nog niet hoor. Nee. We zijn zojuist aangekomen in Frankrijk. Het is hier echt super mooi. Ik meen het. We zijn hier wel eens vaker geweest en altijd is het zo leuk om terug te komen. Ja, ik ben hier met mama, mijn broertje, mijn zusje. En morgen komen mijn vader en mijn vriend nog. Die zijn met de auto. En ik zal even laten zien hoe ons uitzicht eruit ziet. Want het is echt super mooi. Sorry, is mijn ogen wel eens dicht toe, maar de zon is gewoon fel vandaag. Maar in ieder geval, ik zie jullie straks weer. Nou, ik zit eventjes hier boven, want ik ga buiten zonnen. Wat ik wel een probleem worden. En Jemijn is net gestoken door een beest of zo, die is beneden. Dus weet ik helemaal niet hoe ik aan het filmen ben. Maar die dacht dus, ik ga even naar het strand lopen alleen. En toen, alleen ik kan gewoon, maar toen dacht ze dus, het is ze gebeten. En ik was bij het zwembad, alleen er waren echt van die enge mensen. Nee, er was gewoon zo'n man heet aan het kijken. Daar kon ik echt niet tegen. En toen kwamen er nog meer mensen. Mijn vrienden van elkaar. Ja, het waren allemaal oudere mensen, weet je. En ik kon die echt niet verstaan, dus ik dacht, ik neem maar uit. Want daar vond ik echt, ja. Ik dacht, wat is dit dan? Zet hem allemaal aan te staren. Dus ja. Maar dan ga ik eventjes zwommen. En dan ziet je mij lekker straks dat ik het heb gefilmd. Daar staat mijn stoel al klaar. Dus ja. Welkom terug bij mijn vlog. Zoals jullie hebben gezien ben ik gestoken, want dat heeft mijn zus al allemaal verteld. Het doet echt zeer. Ik denk dat het een bij was, want die angel bleef zitten en de beest zelf kon ik afhalen. Dus moest ik hem uitknijpen. Daarna heb ik dat hele stuk terug moeten lopen. Dat is niet zo erg, maar het deed wel zeer. En ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. We zijn trouwens nu aan het zonnen. Ik lig in de schaduw, want alles is echt fel. Het is echt heel warm, maar dat is niet erg, want we gaan zo weer zwemmen. Maar ik zal even laten zien hoe mijn voet er nou uitziet. Nou, dit is mijn voet. Dit is helemaal rood. En ja, wat erop zit, dat is gewoon ontsmetting. Trouwens ook azijn en jodium gebruikt om het te ontsmetten. Want het deed echt heel veel pijn. Maar ja, geeft niks. Kan gebeuren. Nou, welkom bij terug bij mijn vlog. Ik heb net even gezwommen. En ik zal vertellen hoe het met mijn voet gaat. Het gaat al beter, maar het doet nog steeds zeer met lopen. Alleen ik wil even iets zeggen. Ik ging vandaag met vliegtuigen op vakantie.
En ik heb zoveel positieve reacties gehad op mijn slippers. Echt heel leuk. Mensen keken me gewoon aan en spraken me aan van, oh, leuke slippers. En weet je wat is? Je moet ervan houden of je houdt er niet van, van die slippers. Maar ik hou echt daarvan. Ik ga eens even laten zien waarover ik het heb. Zelfs de stewardess en die steward, ja, zo'n mannelijk stewardess, die gaf me zelfs complimenten over dat mijn slippers er goed uitzagen. En dat is gewoon zo leuk om te horen, hè. Maar ik laat even zien waarover het gaat. Nou, dit zijn de slippers waarover het gaat, met allemaal bont erop. Sommigen vinden die slippers echt lelijk, maar ik vind ze echt mooi en ze lopen ook fijn. Dus ja, 2 in 1. Ze lopen fijn en ik vind ze mooi. Ideaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Wij gaan een avond weg, dus we gaan nu laten zien wat we aan hebben. Nou, we zijn weer terug. Ze heeft zich omgekleed en nu gaan we echt laten zien wat we aan hebben. Wat hebben we aan? Met onze mooie slippers. En allebei hetzelfde shirt, alleen een andere kleur. En dan kunnen we nou vertrekken. We gaan nu naar een tent en we weten niet waar het is. Ja, naar een cocktailbar of zo. Dus we moeten even kijken. We zijn met mijn vader, mijn broertje en mijn vriend. En ik. En mijn zus natuurlijk. En nou en moeten we even wachten. Tot we hen tegenkomen, denk ik. Ik weet echt niet waar ze zijn. Ja, we moeten gewoon kijken waar ze zitten. Ze gaan voetbal kijken. Wij niet. Wij gaan drinken. Gewoon iets drinken. Voetbal is echt niet leuk gewoon. Maar het is omdat Holland is, dus ik vind het niet zo erg om erin te gaan. Nederland. Nou. We hebben net een cocktail gehad, een ijsje gegeten. We gaan nu door binnen. Oh, is er slecht licht. Ja. Wacht, is dat niet scherp? Oh, nee. En nou gaan we door binnen. En dan zullen we zien wat we tegenkomen. Ja, ik... Nou, mijn zusje gaat weer naar huis. Ja, ik ga weer met voetballen. Ik ben echt moe. Ja, en dan... het is nu 10:30 of zo. Ja. En ben benieuwd wie er gaat winnen vanuit Nederland. Nou, tot straks. Doei. Tot straks dan, hè. Ja, doei. Doei. Nou, nou ga ik alleen weer op pad. Lekker in deze drukke straat hier in Frankrijk. Ik heb slippers aan en iedereen kijkt erna, echt serieus. Ik vind het allemaal niet zo erg hoor. Maar ja, het trekt bekijks. Maar dat geeft niks. Ik zie jullie dadelijk weer. Ik heb trouwens net lippenbalsem gekocht. Volgens mij dacht ik dat het lipscrub was. En toen kocht ik die. Ik ruik aan die geurtjes. En dan doe ik hem op. En volgens mij is het gewoon lippenbalsem. En het is helemaal geen lipscrub. Ik baal nou echt. Want het was best wel duur. Dat geeft niks. Maar ja, ik baal er wel van dat het nou geen lipscrub is. Dus ik ga hem straks zo nog een keer proberen. En wie weet werkt het wel. Ik heb geen idee. Ik hoop dat het scrub is, maar ik ben bang dat het close is. Maar hij is wel echt fijn op je lippen, dus dat scheelt. Ik ben terug bij het appartement. Het was nog wel gezellig in het dorp. En met de voetbal. Nederland heeft gewonnen, dus dat is fijn. Ik ga nu lekker slapen. Het is wel vroeg. Het is pas 12 uur, maar ik ben wel moe. Ja, eigenlijk is dat niet vroeg, maar voor vakantie te zijn is het wel vroeg. Maar ik ga lekker slapen. Doeg! Het is nu dinsdag. De 9e toch? Ik heb er geen idee. Nou, 9 juli en het is 8 uur 's avonds en we gaan naar de kermis. Of hoe laat is het? Het is 8:45. Oh, het is al 8:45. Nou, in ieder geval, wij gaan naar de kermis en we lopen even naar beneden en dan kunnen jullie onze outfit zien wat we aan hebben. Ja, en zullen we gewoon even met de lift? Ja, maar volgens mij is die op alle etages nou stilgezet. Wie? Nick en Stan. Maar komt goed. Nee, papa is erbij, ze nu zegt. Oh, nou, tot zo. We hebben wij aan, een kort broekje allebei met de slippers en allebei een lange mouw shirt. En sokken. En mijn pet. Nou, het is namelijk niet zo warm weer vandaag, dus ik moet het even zo doen, maar dat geeft niks. Wij lopen nu naar buiten. Oh, wacht. We lopen nu buiten. Voor de auto. Zijn die daar maar achter? Oh nee, hier staan. Die staan daarachter. Ik kijk dan. Kijk dan. Nee. Ah, die doet nog gewoon niet eens. We zijn nu bij de volgende attractie, wij moeten wachten. Het is hier echt super groot en mooi natuurlijk. We zullen even laten zien waar ze nou in zitten. Nou, we hopen dat we ook goed verstaan zijn.
Want de muziek staat hier best hard. Ja, en al die mensen praten bij jou. Ja, daarover. Het zijn hier wel echt veel attracties. Maar daar hoeven we wel te kijken. Laat dan. Wij waren net zo'n ding. Wij zijn echt heel misselijk nu. Want, ja. Wat? En iedereen zit ons aan te kijken als je mij met die stomme blokcamera zit. Ja, de stomme mag wel weg. En iedereen kijkt zoals gewoonlijk weer naar mijn mooie fancy slippers. Oké, dat moet ik even doen. Maar mensen, kijk maar. Dan zijn ze. Oh, ze komen hier nou net aan. Papa zit alleen. Ja. Want niks met mensen zit erin. Ja, papa zit alleen. En ze komen er zo weer uit en ze zitten te kijken naar hoe wij zitten te vloggen. Fucking grappig. Wij gaan zo lekker eten. Ik heb daar echt zin in. Ja, zo'n chocoladebroodje. Ja. Lekker. Lekkie, lekkie. Oké, hij moet even scherp stellen. Nou, hallo. We schrikken er gewoon van. Ze gaan nog een keer. Ja. Nou. Wat van gek. Maar dat is niet erg. Nee. Ik kan me alleen geen houding geven op deze dingen. Ja, je mag je wel twee keer hoor, want dan kan je ervoor betalen. Ja, oké, je betaalt. Ja, maar ja. Dat is die nog duur, hè? Ja, maar voor dat kleine ritje, voor die kleine ronde, ja, loopt hier nog helemaal achterop. Weet je zo van geen drinken? Ja, drinken. In Frankrijk. Oh my god. Ja. Dan komen ze weer aan voor de tweede keer. Yep. Ja, oké, nou wil ik ook mijn moe laten stijgen. Oh, mijn oren. Ja, ik ben niet per se moe, maar... Het is half elf. Ik ben niet per se moe, maar ik moet me graven. Oh, het regent. Ze zijn terug. Nou zijn ze echt terug. En zien ik kijken dan. En Stan. Het zou eruit zien als ze nou nog een keer gingen. Maar ze komen nou terug. En nou kunnen we waarschijnlijk echt gaan eten. Ja, want ik heb honger. Nou, ik heb niet per se honger, maar het is gewoon echt lekker wat je hier kan eten. Wij gaan lekker zwemmen. Dit is mijn vriend Stan. Hoi. En hoe laat sta ik al? 2:30 of zo? 2:00. Echt? Ja. Het is woensdag. Onze laatste dag is op vakantie. Ja, we moeten nog 3 dagen en dan gaan we naar huis. Van de 2 weken. Van de 2 weken. Dat is nou jammer. Zeker. Hier zijn ze overal aan het werk. En wij gaan zo lekker zwemmen. Nou, we zijn onze stoelen vergeten, dus we lopen weer even terug. Hè, Stan? Ja. Stanny. Ja, anders kan ik niet zitten bij het zwembad natuurlijk. Welkom verder bij mijn vlog, bij onze vlog. Wij gaan nou het strand op, want we gaan foto's maken. Overdag hebben wij niet gefilmd, want ik heb mijn camera niet meegenomen. We waren op het strand en we gingen op een luchtkussen. Oh, nou ben ik heel overbelicht. Maar hier is mijn vriend Stan weer. En, oh, wat? Maak lekker een foto's wel nog staan. Ja. Het is wel donker, maar dat geeft niks. Hopelijk krijgen we mooie foto's. Ik hoop het wel. Het is wel echt heel donker. Er stond erin, Nick. Ja. Wacht. We werden echt allemaal filmen. Ja. We zijn nu op de kermis. En we zijn aan het eten. En de foto's waren best wel goed gelukt op het strand. Wat ben je aan het doen? Dit is wel echt super lekker. Echt heel lekker. Hè, schatten? Wow. Wij zitten in een attractie. Die gaat over het hele park. Ik ga het laten zien. Ik
bij deze sluit ik even mijn video af. Het was echt een superleuke vakantie. Ik ben ondertussen 1,5 week tot 2 weken terug in Nederland. Het heeft dus even geduurd voordat die vlog online stond. Ik heb ook niet elke dag gefilmd, volgens mij 4 dagen als ik het goed zeg. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Doeg!